Ik loop in de woestijn. Dat zou je niet zeggen, want daarvoor moeten we 100 jaar terug in de tijd. Samen met boswachter Bertil duiken we de geschiedenis in van het Drouwene Zand. Bertil, het is echt herfst. Heerlijk, hè? Vind je dit lekker? Goed voor een boswandeling en wat tijd om even ergens te gaan zitten, denk ik. Oké, want we zijn op het Drouwene Zand. Ja. En nou. En er staat een fantastisch bankje. Hij ziet er prachtig uit. Maar zit het ook lekker? Het is er geen weer voor om er te gaan zitten. Nee. En het zit volgens mij ook nog voor geen meter. Nee? Nou, dat valt toch best mee? Want wat is dit voor een bankje? Nou, dit is eigenlijk een soort monumentje. En dat staat hier gegraveerd in de kei, maar dat is nauwelijks meer nou, te lezen. Inderdaad. Ja. Ter nagedachtenis aan. Aan jonkheer Hora Sikkema van de Harkstede. Op wiens aanstichting het Drouwener Zand werd ontgonnen. Hora Sikkema die heeft in 1893 de Oranjebond van Orde opgericht. En dat was? En er was een clubje die zich druk maakte over sociale onrusten in de samenleving. Ja. Want het was echt opkomst van een beetje socialisme. Onder andere in de Oost-Groningse Veenkolonie in Oost-Drenthe. En hij dacht van nou, daar moet een tegenbeweging voor komen. Dus we moeten die arme sloepers die voor de sociale onrusten zorgen maar eens even aan het werk zetten. Ja. En hier hadden ze een groot probleem. Dit was één grote malende zandwoestijn. Die maar niet te beteugelen viel, want dat werd die eeuwen daarvoor altijd al geprobeerd. Moet je echt voorstellen, we zitten hier tussen het dorpje Drouwen en Gasselte. Ja. En er was hier alleen maar zand. Gigantisch hoge duinen die constant door het landschap liepen. Dus dan weer was de weg overstoven en dan weer werden de akkers bedreigd. En we probeerden in eeuwen daarvoor al van alles eraan te doen om het zand te beteugelen. Maar die Hora met zijn Oranjebond, die pakte het voor het eerst even grondig aan en die kocht het hele gebied op. Okay. En zette daar die mensen uit de grote steden die geen werk hadden aan het werk om de boel te bebossen. En dat zien we nu dus nog steeds? Daar zien we nog steeds wat restanten van. Ik denk dat dit soort bomen, die hele grote, die zullen uit de tijd van Hora Sikkema stammen, denk ik. Die zijn nu ongeveer 120, 130 jaar oud. En dat is de tijd dat de Oranjebond hier bezig was. Dat is best wel bijzonder eigenlijk. Dat is best bijzonder, zeker. Ja. En het is goed geslaagd dus, want ze hebben het zand weten te beteugelen. Ja, voor het overgrote deel. Er ligt nog een klein stukje van het Drouwene Zand open. En dat komt omdat dat niet geschikt was voor bebossing, want dat was droger. Mm-hmm. En daar is het eigenlijk nooit gelukt. En dat heeft men op een gegeven moment ook gewoon laten liggen. En dat is nu het mooie natuurgebied, het Drouwene Zand. Precies. Gaan we daar ook nog kijken? Gaan we straks ook nog even kijken. Maar we gaan eerst naar de Kwartjesberg. Ja, want dat heeft met deze Hora Sikkema te maken. De Drentse natuur vereeuwigen. Suze Sanders doet dat op haar eigen manier, met woorden. Haar gedicht over de branden heeft een plek gekregen op het infopaneel van het natuurgebied. Bezoekers krijgen zo feiten en een stukje poëzie mee. Een hele mooie combinatie, denk ik zelf. Sanders wil met haar gedicht de bezoekers iets extra's geven. De vreugde wel. Het gaat over dansende vogels. Nou houd ik zelf erg van vogels en ik vind het altijd heel mooi als ze zich vrolijk bewegen, zal ik maar zeggen. En ja, het natuurschoon, dat mensen dat vooral ja, daarvan moeten genieten. Inspiratie haalden ze onder meer uit een Roeg-uitzending van 2022. En dat beeld heb ik een soort stil van gemaakt, daar heb ik een afdrukje van gemaakt. Dat vond ik een heel mooi beeld. Water met weerspiegeling van de lucht en de kranswieren lagen eromheen. En nou, dat soort dingen vond ik zo mooi. En dat is gewoon ook in het gedicht terechtgekomen. Het gedicht heet De Branden. Zoals een spons hol ik het hemelwater bij mij. Zoeg de kwel op uit de olle grond. Kraanswier leg ik deel een spiegellocht.
snavel zeggen, roep ik haastig wakker. An mijn oevers danst al vogels rond. Een de felle brand van avondrood zwemt de vissen naar een zee van vrijheid in de leite van de diepenschoot. Nou, je merkt dat we hier een klein beetje omhoog moeten. Ja joh, we beklimmen hier de Kwartjesberg. Nou, beklimmen, beklimmen. Zo hoog is hij niet, maar toch? Het is wel zo'n beetje het hoogste punt van het hele Drouwende Zand. Oké. En ja, Kwartjesberg, waarom heet het zo? Nou ja, die de Oranje Bond van Orde die de boel beborste. Ja. Dat was vooral een mannenclub van voorname heren. Mm-hmm. Maar de dames wilden ook wat doen. Dus die richtten de Kwartguldenvereniging op. Gegoede dames uit het westen des lands voornamelijk. Voor een kwartje, dat is 25 cent. Ja. Kon je lid worden en dan steunde je de bebossingsprojecten van de Oranje Bond daarmee. En dus ook dat die paupers aan het werk konden. Ja, dat was het idee. Samen werkten die clubs samen om dat opkomend socialisme en die sociale onrust te bestrijden. Ja. En dat deden ze op deze manier van samenwerken. En hoe is de Kwartjesberg dan zo ontstaan? Ja, dit was het hoogste punt. En er heeft hier ook gefinancierd vanuit die Kwartguldenvereniging een uitkijktorentje gestaan. Ja. Daarvan kunnen we een eindje verderop de sokkels nog zien liggen. Dat is wel een heel klein torentje. Dat was een klein torentje, maar je had ook niet een heel hoog torentje nodig, want die boompjes waren nog heel lang piepklein hier. Ja. Dus je kon er nog lang overheen kijken. Welke tijd hebben we het dan over? Nou, daar praat je begin vorige eeuw, dus tot 1920 heeft hij er ongeveer gestaan, denk ik. Ja. En die is er niet meer, maar dit is nog steeds de Kwartjesberg. Ja, maar dat was dus al het hoogste punt toen en dat hebben ze gewoon zo genoemd. Ja. En hieromheen hebben ze dan het bos aangeplant. Ja, dus dit bergje lag op een gegeven moment midden in het bos. En je ziet wel dat er nog steeds een hele schrale stuifzand ondergroei is. Als je daar ook in het bos kijkt. Het is relatief ijl. En je ziet bijvoorbeeld nog heel weinig bramen en dat soort dingen. Die je in andere bossen vaak al wel heel veel ziet. Dus dat heeft gewoon te maken met die enorme schrale zandbodem die er nog onder zit. Dus het is eigenlijk een bos wat nog volop in ontwikkeling is. En wat doen jullie daar nu dan mee als Drents landschap? Nou, wij hebben gewoon gezegd van het bosdeel van het Drouwende Zand, laat het nou maar zoveel mogelijk met rust. Want het heeft een prachtige structuur, ook een leuke soorten samenstelling. Ja. Je ziet nu ook de eerste hulst erin komen, dat is kenmerkend voor Drentse eikenbossen. Dus in oudere Drentse bossen heb je dan gigantische hulststruiken, maar dat begint hier allemaal nog maar te komen. En dat heeft te maken met die hele schrale stuifzandbodem die op veel plekken hier aan de oppervlakte ligt. Dit is ook een goed gebied voor paddenstoelen. Terwijl juist een beetje de bosflora, zoals salomonszegel en zo, dat moet allemaal nog een beetje komen. Dat zit er wel, maar hier en daar een plukje, zeg maar. Maar daarbij zie je dat het nog gewoon een heel jong bos is in ontwikkeling. Ja. We staan nu echt op het Drouwener Zand, hè? Ja, dit is eigenlijk het stuk met de overgebleven zandduinen die ooit het hele gebied hier bedekten. Ja, en het lijken ook wel een beetje zeeduinen hier, want ja, we hebben hier mooi helmgras. Ja, dat klopt ook inderdaad. Hè? Dus de mensen die hier die duinen wilden beteugelen, die zijn eens even aan de kust gaan kijken hoe ze daar doen. En daar beplanten ze de duinen met helmgras. Dus die hebben helmgras opgehaald van de kust en dat ook gebruikt om hier de duinen van het Drouwende Zand te beteugelen. Maar doet dat het hier een beetje? Nou, eigenlijk niet. Hè. Je ziet het direct al wel. Het is klein, maar als jij de duinen op Schiermonnikoog bij wijze van spreken hebt, nou, dan verdwijn je er haast tussen. En je ziet ook helemaal geen bloeipluimen erin. Dus hij heeft het zo moeilijk dat hij eigenlijk maar nauwelijks nog groeit en ook niet eens bloeit. Dus ze pieren een beetje door. Maar ja, ze staan er ondertussen al wel een eeuw, dus ze overleven het wel. Maar ze zaaien zich ook niet uit, want ze vormen geen zaden. Maar het is niet iets waar je iets aan zou willen doen? Nee, dit laat je gewoon gaan. En het zal op de hele lange termijn steeds minder worden. Op een gegeven moment zal het waarschijnlijk verdwijnen. Hey, en jij sleept nou al de hele tijd die grondboor met je mee. Ja. Maar gaan we daar ook nog iets mee doen? Nou, dan kunnen we een eindje verderop wel eens eventjes kijken hoe de ondergrond hier in elkaar zit. Want het is ook nog een aardkundig monument. Oh, oké. Okay. Het is niet gewoon zand? Niet alleen maar zand. Okay. Er is veel meer. Dit is het resultaat van vier kunstenaars van de vorige keer. En je ziet hier heel verschillend werk liggen. Dat is juist zo mooi van dit project, dat we allemaal verschillende kunstenaars hebben.
En je ziet hier bijvoorbeeld het werk van Gineke liggen. En Gineke gaan we vandaag volgen langs het volgende traject langs de Drentse A bij Schipborg. En ze gaat ons heel mooi laten zien hoe zij werkt en hoe zij over het project denkt. 22 Drentse kunstenaars volgen de Drentse A vanaf de bron in het zuiden tot aan de monding in de buurt van de Punt. Elke 2 maanden gaan ze aan de slag. Nou, ik begin eigenlijk altijd met een opzet in lijnen. Ik probeer de grote vlakken te zien. Dat is met olieverf en medium. En daarna maak ik een onderschildering ook met penseel. En dan komt er nog een hele laag overheen met paletmes. En dan kijk ik eigenlijk heel goed naar de kleuren, want het gaat mij vooral om de kleuren die ik hier in het landschap zie. Wat ik heel erg leuk vind, je bent eigenlijk als schilder altijd al in je eentje bezig. En wat ik heel erg leuk vind is om samen met andere mensen te schilderen. Dus heel inspirerend om te zien wat ze doen. En je trekt je eraan op, je bespreekt met elkaar het werk en het is gewoon heel stimulerend. Ik ben hier vlakbij geboren in Annen. En vroeger ging ik al met mijn ouders hier naar Kimmeliebaag, zoals we dat noemden, in Drents. En ik naar het Hunebed hier vlakbij. Dus het is gewoon mijn jeugd. Het voelt heel, heel vertrouwd en daar voel je thuis. Eindelijk is het moment daar. Je gaat de grondboor gebruiken. Wij gaan eens eventjes kijken wat hier te beleven valt. Want, waarom wil je dat specifiek doen? Het leuke aan het Drouwende Zand is het is een fantastisch natuurgebied, maar het is ook het eerste aardkundige monument. In 1990 al aangewezen door de provincie daarvoor. Ja, want er zijn inmiddels meerdere. Ja, er zijn meerdere. En wat je hier ziet en wat hier een beetje bijzonder is dat je hier eigenlijk al verschillende lagen in de tijd bij elkaar vindt. Want hier lag ook ooit een dik pakket stuifzand. Dat ligt nu allemaal daar. Ja, want de wind kwam overwegend van die kant. Dus hier is het weggestoven en daar op bulten gegooid. Maar dan is de vraag van, waarom is het hier gestopt? Waarom holt dat niet verder uit? En daar kom je achter door eventjes in de ondergrond te kijken. Oké, okay, nou. Dus dat kunnen we wel even doen. Ga je gang. Sowieso is het dan niet meer zo mooi geel van kleur. Nee, het heeft direct al wat andere kleur dan als je bovenop zo'n stuifzuin gaat boren, zeg maar. Oh, kijk. Kijk, er gebeurt direct al wat, dat je verschillende lagen krijgt. En met name die bruine laag die hier begint te komen, die verklaart waarom het niet verder verstoven is. En je hoort het nu ook wat kraken. Ja. Dus dat betekent dat het echt een harde laag begint te worden. Wat zien we hier nu dan aan dit zand, aan die kleuren? Nou, we zien hier dat we dus echt, hoewel we midden in het stuifzandgebied zitten, toch geen stuifzand zien. Hè? Want het gele zand is niet echt zichtbaar. Dit is nog een klein beetje zanderig. Maar hier zie je het al heel erg verkitten met ijzer. Dus het wordt wat ondoorlaatbaar voor water. En hier begint zelfs nog, liggen wat restanten van de keileem. Dat voelt heel plakkerig als je dat smeert. En dat verklaart waarom hier water stagneert. En het niet verder afgestoven is. Nee. En dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom hier ineens zoveel jonge jeneverbesjes staan. Want? Dit houdt beter vocht vast. En een veel stabieler milieu dan bovenop zo'n stuifduin. Ja.
Nou, wat mooi. Dank je wel dat je dit aardkundige monument zo ook nog even voor ons zichtbaar kunt maken. Ja. Bedankt ook voor vandaag. Voor de tekst en uitleg over het Drouwende Zand. Wil je daar nou nog meer over weten? Kijk dan ook op onze website roeg.tv. Voor een kijkje achter de schermen, kijk je naar de vlog op het YouTube-kanaal. En volgende week zie je natuurlijk gewoon weer een nieuwe aflevering van Roeg. Dus tot dan. Nou, moet dit even weer dicht? Dat moeten we wel even dicht doen. Hè? Dat is wel netjes. Ja. En in de juiste volgorde. Zo. Hoorde je het? Je hoort het grondwater. Ja. Ja.